Yo gasten, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Dit is een top 10 lijstje van verhaaltjes over dieren die niet waar zijn. Nummer 10. Kuskusen posums hangen ondersteboven aan hun staart wanneer ze slapen. Dit zijn gewoon ratten. Kuskusen of posums zijn een buideldieren en die hangen aan hun staart. Tenminste, dat zeggen ze. De kleintjes kunnen wel aan hun staart hangen, maar die slapen niet. Want een volwassen kuskusen of posums, die zijn 2 tot 3 kilogram. En die gaan dat gewicht nooit houden. Nummer 9. Een goudvis heeft geheugen van 3 seconden. Dat is ook niet waar. Want de onderzoekers hebben gekeken naar de goudvis, ja. Die hebben hem onderzocht. En hij kan zelfs dingen van 3 maanden geleden kan de vis onthouden. Dus het is allemaal een leugen. Nummer 8. Jullie dacht ik ook. Wanneer je een worm in 2 snijdt, worden het 2 diertjes. Dat is dus niet waar. Want als je het hoofdstuk en de staart zo door midden snijdt, dan gaat het hoofdstuk wel overleven. Maar het staartstuk niet. Maar dan groeit geen nieuw diertje. Nummer 7. Deze heb ik nog nooit gehoord. Van een pad krijg je fratten. Misschien word je wel van een pad ziek, maar je krijgt er geen fratten van hoor. Echt niet. Padden hebben een gerimpelde vratachtige huid. Huiver niet. Te veel aandenken. Dat als je mens vratten krijgt, als je die huid aanraakt, is niet waar. Mensen krijgen vratten van humane papillomavirus. What the fuck is dat? En daar hebben padden helemaal niets mee te maken. Zie je nou wel? 6. Kamelen slaan water op in hun bulten. Kamelen slaan geen water op in hun bulten. Daar zit iets in. Volgens mij vet om te overleven. Het schip van de woestijn kan wel 7 dagen zonder water en door de rook stappen, maar het zit niet door de bult te granzen water op slag. Er zijn rode bloedcellen zijn overal en dat helpt hem. Zie je? Stieren reageren op rode kleur. Ik weet niet of ik hier nog wat over moet zeggen, maar stieren zijn kleurenblind, dus dat kan niet. Dus die reageren op alle kleuren. Nummer 4. Slangen dansen op muziek. Dat is niet waar. Slangen, omdat de man zo doet met zijn fluit, gaat de slang die danst op de beweging van de fluit, niet door de muziek. Laten we dit even kijken. Kijk, want die man beweegt met zijn fluit en dan gaat die slang mee. Oké. Hou maar op. Oké. Struisvogel steekt zijn kop in het zand. Je hoofd in het zand. Struisvogelpolitiek zijn zo populaire woorden. In ons dagelijkse vocabulaire. Waarschijnlijk komt deze meet uit talrijke cartoons. Waar struisvogels bij naderen en gevaar snel hun kop in het zand steken. Waarom zouden ze dat doen? Het zijn snelle lopers, ja. Ze kunnen harde trappen geven en rare hoge geluiden uitstoten. Die je bijna een hartaanval doen krijgen. Zie je? Mythe over vleermuizen. Vleermuizen blijken de dieren te waarover de meeste fout ideeën leven. Sommige mensen geloven dat vleermuizen blind zijn. Net zoals met een mol, die is ook niet blind. Tijdens het vliegen zien ze dan niet en geraken ze verward en menselijk haar vast. En zeker in films zijn er die ergens in ons geluidsgolf op. What the fuck? Bloedzuigers zijn. Dat vleermuizen bloedzuigers. Oké, hier ga ik niet meer over zeggen, dit is gewoon niet waar. En dit is het raarste ding, lemmeren 1. Plegen massaal zelfmoord. Dit zijn volgens mij woelmuizen, ik weet niet wat de fuck dat is. Oké, deze diertjes krijgen maak met heel wat vooroordelen van de sterkste verhalen. Oké, we gaan even verder lezen. Zuigelen genoemd. Die beweegt dat lemmeren uit hemofielen. Dit verhaal ga ik niet eens aflezen. Oké, jongens, vonden jullie de top 10 al leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik laters.